Ik ben Manon en we zijn hier aan de Rotte. Nou, ik ben Marco Jacobs, ik ben 22 jaar, ik kom uit Rotterdam. Ik ben Arline, ik ben 23 jaar en ik kom uit Gorinchem. Nou, mijn naam is Rita Oliveira, ik ben 25 jaar oud en ik kom uit Rotterdam. Ik ben Mento. Ja, ik ben Karel Boeren. Ik ben oud genoeg om zelf te bestempelen als de senior binnen de club. Ik ben Madeleine Diesveld en ik doe online marketing bij de Derk Company. Wouter Romein, 23 jaar jong. Nou, hi, ik ben Hanna van Woerden. Ja, ik ben Sandra, ik ben 25 en kom uit Spijkenisse. Ik ben Jorrit Boermaak, doe de opleiding Media Developing. Mijn verwachtingen van de Derk Company zijn eigenlijk wel redelijk uitgekomen. Als ik zie wat de grafische mensen allemaal maken, dan denk ik, ja, dat is echt gaaf. De veelzijdigheid en het ook niet bang zijn om dingen op te pakken. Dus nieuwe dingen aan te leren en daar mensen voor aan te nemen. Hoe de Derk Company zich onderscheidt van andere marketing- en communicatiebureaus is vooral doordat zij drie disciplines allemaal in huis hebben. Dus het stukje vormgeving, het stukje website bouwen en de online marketing. Ik denk toch de diversiteit dat we ons daar heel erg in onderscheiden. Puur omdat het feit dat we zoveel diensten aanbieden dat iedereen wel iets kan krijgen van ons, zeg maar. Ik vind het leukste bij de Derk Company vind ik de informele sfeer. Het is vooral ook heel erg gezellig. En ik denk dat dat juist ook wel heel erg meedraagt aan goed werk. Als het alleen maar saai is, dan ga je volgens mij ook gewoon saai werk maken op een gegeven moment. En dit blijft gewoon leuk. Iedereen binnen het bedrijf heeft zijn eigen ding. En zijn eigen krachten. En dat samen gebundeld vormt gewoon een ijzersterk team. Ik denk dat het juist belangrijk is om niet te veel klanten in dezelfde branche te hebben. Omdat je dan meer unieke acties voor een klant kan bedenken, meer unieke campagnes kan maken en dat de klant zich in zijn branche juist kan onderscheiden. Nou ja, waar we nu zijn, voor Hotel New York in Rotterdam. Ja, we zijn hier aan de onderkant van de Maasboulevard en we kijken hier uit op de Maas. Op dit moment zijn we bij Clone Records. Dat is eigenlijk een soort pareltje in Rotterdam, om het zo te zeggen. We zijn vandaag in de Markthal. Dat is mijn favoriete plek in Rotterdam, omdat het gewoon heel sfeervol is. Ik ben hier ook elke week te vinden. Kralingsplas is een van mijn favoriete plekken in Rotterdam, omdat het gewoon een stukje natuur is in Rotterdam. En het is heel relaxed hier altijd. Nou, mijn favoriete plek is natuurlijk de Kaap. Nou, waarom zeg ik natuurlijk? Nou, de Kaap, daar woon ik, dus daar beginnen we al mee. En de Kaap, ja, ik vind het zelf altijd, zo noem ik het dan, dit is de Soho Noho van Rotterdam. Je hebt gewoon van alles hier. Phoenixloods heb je natuurlijk. Het is gewoon allemaal dingen wat gewoon heel leuk is aan deze wijk. Het is gewoon heel divers en er is altijd wel wat te beleven. En de ontwikkeling die de stad doormaakt op dit moment is echt stormachtig. Je kunt het haast vergelijken met een exponentiële organisatie. Het heeft heel lang heeft het nodig gehad om vanuit de Tweede Wereldoorlog te ontwikkelen. Maar nu staat er echt iets bijzonders. En dat zie je natuurlijk ook. We staan in alle top 10 lijstjes. Dus ik ben echt heel erg trots op deze stad. Ja, het is voor mij echt mijn thuiskomen. Ik ga natuurlijk regelmatig op reis. Ik heb een poos in Berlijn gewoond, een poos in Keulen gewoond. En dat zijn hele mooie steden waar ik me ook thuis voel. Maar altijd als ik dan weer toch terug naar Rotterdam ga, dan heb ik toch het gevoel, ik ben thuis.